Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Filmcoach Freek. De plek waar ik jullie een kijkje geef achter de schermen bij ons YouTube kanaal in deze nieuwe look. Tijd om te beginnen in 3, in 2, en 1 en actie! Ik ben heel benieuwd of jij de kinderrechtenfilm van afgelopen week hebt gezien al. Dat is De Nieuwe Game en dat is best wel een speciale film. Want die film is gemaakt met allemaal abonnees van ons YouTube kanaal. En op die film zijn ook allemaal leuke reacties binnengekomen. Zoals bijvoorbeeld van de Coole Boy. En die zegt, leuke film zoals altijd. Nou, dankjewel Coole Boy. Tahiri, ik ben vandaag 10 jaar geworden. Romy die zegt, ik ben bij de live chat geweest. Nou Romy, leuk dat je er was en ik hoop dat je de volgende kinderrechten donderdag op 4 uur er ook weer bij bent. En een reactie van Letitia de Vries die zegt, bedankt dat ik mee mocht doen. Nou, Letitia, heel erg leuk dat je dat zegt, want inderdaad, Letitia is een van de kinderen die heeft meegespeeld in de films. De film van afgelopen week. En als jij nou ook wil meedoen met een kinderrechtenfilm hier op ons YouTube kanaal, ja, dan weet je inmiddels wat je moet doen. Hey, wacht even. Er was nog een andere vraag. Oh ja, Rita Lucas die kwam nog met een leuke vraag. Namelijk, hoe komen jullie op het idee om kinderrechtenfilms te gaan maken? Nou kijk, wij vinden kinderrechten echt super belangrijk. Want jullie hebben allemaal die rechten. Jo. En nou zijn er op YouTube natuurlijk heel veel... Leuke films en films en zo te vinden. Het is mijn video. Allemaal hartstikke leuk. Maar wij wilden echt een keer iets unieks maken. Iets wat eigenlijk er nog niet is. En waardoor je ook wat kan leren. Want het is natuurlijk wel leuk om een slijmvideo te kijken. Maar leer je daar wat van? Niet echt, hè. Een Fortnite video, is dat heel erg leerzaam? Nee. Daarom dachten wij, nou, 1 en 1 is 2. We gaan kinderrechtenfilms maken hier op het YouTube kanaal. Zodat jullie ze allemaal kunnen zien. En wat natuurlijk super cool is, is dat jullie als abonnee eigenlijk ook gewoon de YouTube sterren zijn. Jullie kunnen gewoon meespelen in die kinderrechtenfilm. Ja, dat weten we nou wel. Ja, dat is waar. Wat we vaak lezen van de abonnees hier op ons YouTube kanaal is dat zij de bloopers zo erg leuk vinden. En die bloopers zijn dan de stukjes die altijd fout gaan in de film, waar je ook wel een beetje om moet lachen. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik zet gewoon een aantal bloopers speciaal voor jullie achter elkaar. Dan kan je ze nog een keer gaan kijken. Ben je helemaal zat, jij? Oh, kom. Kom jongens, laten we even gaan kijken. Oh, ja, doei doei doei. Ik ga even. Wat moet ik over je zeggen? Stop! Mijn oren aan het blaffen! Je moet lachen. Kinderen mogen zelf alle blis beslissen. Wat vinden jullie nou zo leuk aan dit YouTube-kanaal? Nou, laat het weten in de reacties hieronder. En als je een leuke reactie achterlaat, dan laat ik hem de volgende keer zien hier in deze Filmcoach Freek. Komende donderdag gaat er weer een nieuwe kinderrechtenfilm in première op ons YouTube kanaal. Ja, trouwens, het maakt op zich niet heel veel uit hoor, maar ik kan me nog iets herinneren van het moment dat ik bij die school was. En dat is namelijk dat de bel die dan ging daar op school, dat die echt super lang doorging. Ja, ik zei ook, het maakt verder niet veel uit, maar ik vond het toch even leuk om te laten horen. Ja, en als je dan een kinderrechtenfilm met ons hebt gemaakt en de film gaat dan in première, ja, dan is dat natuurlijk best wel spannend. Oh. Oh. Dat waren de acteurs uit de film. Ja, spannend inderdaad, dat wilde ik zeggen. Dat is best wel spannend dan als die film live in première gaat op ons YouTube kanaal. Maar ja, weet je wat? Ik laat gewoon een voorstukje zien alvast voor jullie van de film. Wow, wat is dit? Jongens, wat is er nou aan de hand? Er komt geen water meer uit de kraan. Landgenoten, er zou nu heel veel minder water zijn. Heel erg bedankt voor het kijken van deze Filmcoach Freek. Ik hoop jullie allemaal komende donderdag op Kinderrechten Donderdag te zien op ons YouTube kanaal bij de nieuwe kinderrechtenfilm Watertekort.
En anders tot volgende week maandag bij een nieuwe Filmcoach Spreken. Doei!